Suriname is drie ambassadeurs rijker. President Tjandrika Prasad-Santokki heeft gisteren de drie nieuwe ambassadeurs beëdigd. Lisselle Blankendaal zal zetelen in Guyana. Antje Ladebi Ramkissoen in Brazilië. En Gilbert van Lierop zal zetelen in België. Het staat zo van aan dat het een genoegen is om drie capabele Surinamers te mogen benoemen tot buitengewoon en gevolmachtigde ambassadeurs van Suriname. De president onderstreept dat de ambassadeurs als voornaamste taak hebben het behartigen van de nationale belangen van Suriname. Het staatshoofd gaf aan dat het een genoegen is om drie capabele Surinamers te mogen benoemen tot buitengewoon en gevolmachtigde ambassadeurs van Suriname. De president onderstreept dat de ambassadeurs als voornaamste taak hebben het behartigen van de nationale belangen van Suriname. Uw belangrijkste verantwoordelijkheid zal zijn om ons land, onze geschiedenis, onze cultuur en de idealen van onze republiek uit te dragen en in het bijzonder onze belangen te vertegenwoordigen. En door Suriname te vertegenwoordigen, vertegenwoordigt u ook de kracht en de rol van ons volk op uw respectieve staanplaats en voert u daar een diplomatie die betrouwbaar, voorspelbaar en innovatief moet zijn overeenkomstig het beleid van de regering. De president gaf in zijn toespraak de strategische prioriteiten van de verschillende landen in hun relatie met Suriname aan. En na de beëdiging gaven de ambassadeurs elk aan waarvoor zij zich sterk zullen maken. Ik moet ervoor zorgen dat de bilaterale relatie tussen beide landen verstevigd wordt, verstevigd blijft. Een markt proberen te creëren voor Surinaamse ondernemers daar in Guyana, maar tegelijkertijd is dat er ook Guyanese ondernemers naar Suriname komen om te investeren. Ook met betrekking tot het beleid op het gebied van olie en gassen. Wij hebben olie, Guyana heeft olie, dat we gezamenlijk kunnen optrekken. En ook ervoor zorgen dat op het gebied van defensie er beleid wordt uitgevoerd. Dus het gaat om de banden versterken. Je moet kijken wat je hebt gemeen. En samenwerken is een win-win relatie creëren. Het is niet alleen zo dat wij afhankelijk zijn en wij iets nodig hebben, maar dat wij ook wat te bieden hebben als Suriname. Suriname en Brazilië hebben al een relatie, een diplomatieke relatie van 45 jaar lang. Het is een stevige relatie. Sowieso zal ik me functioneren als de brug tussen deze twee grote landen, tussen twee strategische partners. En ik ga me vooral inzetten op het gebied van kennisintegratie, verder regulering van het personenverkeer, onderwijs en verder uitdiepen van de technische samenwerking die we reeds hebben. In de agrarische sector, op het gebied van onderwijs, gezondheid, handel en infrastructuur. Het is de bedoeling dat wordt aangegeven wat Suriname te bieden heeft als businesspartner en dat we ons internationaal proactief opstellen, zodat we gezien worden.